Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nog steeds heel weinig bewolking in onze omgeving. We moeten een heel eind buiten de landsgrenzen kijken, willen we het tegenkomen. Dat betekent een zonnige ochtend waarbij de temperaturen al vrij snel gaan oplopen. Temperatuur in het algemeen zo tussen de 4 en 8 graden vanochtend en vanmiddag komt daar duidelijk nog wel het een en het ander bij. En dan zitten we op zo'n 10 graden op de Wadden, al vrij snel 12 of 13 in het noorden van het land en misschien wel 16 in het zuidoosten. Vooral in het zuidoosten zou wat stapelbewolking kunnen ontstaan, maar dat is allemaal vriendelijk, het stelt weinig voor. Ook de avond verloopt grotendeels helder, wel met een stevige wind uit het noordoosten en een temperatuur die langzaam uiteraard gaat dalen. Waarschijnlijk komt het niet meer tot vorst, vooral door die wind uit het noorden en die waait morgen ook matig tot vrij krachtig door. Op de Wadden 9 graden, in het binnenland 10 tot 14 graden, het warmst is het in het zuiden, met daar ook lange tijd nog zonnig weer. Van het noorden uit neemt wel de bewolking toe. En zondag zou er lokaal een enkele bui kunnen vallen net als maandag en dan is een vlok natte sneeuw niet helemaal uitgesloten. De temperatuur valt verder terug naar 7 of 8 graden en ook begin volgende week is het fris voor de tijd van het jaar met af en toe de zon en soms een enkele bui. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.